Berenschot is precies vandaag 12,5 jaar in dienst bij de politie. En als je een wijkagent kan feliciteren, dan moet je dat doen. Maar als je wijkagent Wilco Berenschot kan feliciteren, dan moet je dat zeker doen. Goedenavond. Goedenavond. Spreek ik met wijkagent Wilco Berenschot? Ja, dat klopt. Helemaal correct. Mag ik je om te beginnen feliciteren met je 12,5 jaar jubileum? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 12,5 jaar is snel gegaan, moet ik zeggen. Ja, is het snel gegaan? Ja, is snel gegaan. En zeker dat je al eigenlijk van die 12,5 jaar, dat je al in je vijfde jaar aan Twitter bezig bent. En waar je natuurlijk heel veel contact hebt met bewoners in de wijk. En maar ook in het hele land eigenlijk. Dat je max verbinding kon maken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je ook via Twitter gefeliciteerd wordt met 12,5 jaar jubileum. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dat is leuk. Want we lazen ook Twitters. En je twittert zelf ook flink. Zo lazen we vandaag dat je op Twitter, dat je vandaag ook gewoon weer op pad bent geweest. Op je verjaardag niet meer, op je jubileumdag. Ja. Wat heb je gedaan vandaag? Nou ja, ik doe nogal vaak de laatste tijd al bijna 3 maanden agent bij het hond. En dat is eigenlijk naar aanleiding van het programma Man bij het hond. Waarbij ze natuurlijk aan de deur gaan en dan iemand de dag doornemen. Ja, zo doe ik dat als agent zijnde en als wijkagent. En dan ga ik aan de deur en zeg van joh, dag mevrouw, meneer, ik ben nu wijkagent. Mag ik misschien mijn boterham bij u opeten? En het is vandaag voor de 44ste keer gelukt. Wat goed. En ja, ik kwam bij een opa en oma. Dat was een oppas-opa en oma. En die paste op een tweeling van precies 1 jaar. Ze waren vandaag jarig. En de slingers die hingen er. En die mevrouw zei van ja, kom binnen. Dus ik werd gelijk uitgenodigd. Dan ben je binnen. En dan ontstaat natuurlijk een heel leuk gesprek. Eerst eigenlijk over de verjaardag en over de kinderen en noem het maar op. En al gauw. Komt moeder thuis, dus die schrok eigenlijk eerst van, die denkt van joh, wat doet die wijkagent dan ineens op mijn bank? En dan vertel je het verhaal en uiteindelijk vertellen ze ook heel veel over de manier hoe ze leven, de manier hoe ze de wijk ervaren, maar ook over informatie over de wijk. Wat een geweldig idee, agent bij het hond. Ja. Ja, uit de hoge hoed verzonnen en mede door een collega die attendeerde me op van joh, weet je nog vroeger dat onze brigadier zei van joh, ik wil 1 ding vandaag, ga ergens je boterham opeten. En ik heb dat eigenlijk in een jasje gegoten en ook via Twitter. En zeg van nou, dat is ook hartstikke leuk om dan, ik heb er dan meet van gemaakt, van meet, eat en tweet. En zo moet je dat een beetje verzinnen. En een mooie hashtag natuurlijk. En ook het agent bij het hond, omdat het dan wel een klein beetje in past. Ja, precies. Nou heb ik ook begrepen dat je doet ook iets dat heet de mobiele wijktafel. Wat is dat? Ja, de mobiele wijktafel, daar ben ik vorig jaar mee begonnen. Dat doe ik dus nu 1 jaar. Ik heb ongeveer 500 mensen nu gesproken. Wat doe ik dan? Dan ga ik met een tafel en een stoeltje, die heb ik via een bewoner van via Twitter heb ik die gekregen. Ga ik op de openbare weg zitten ergens. En ga eigenlijk in gesprek met mensen die langskomen. En ja, dan krijg je echt de mooiste gesprekken. Het leuke is eigenlijk, het werkt een klein beetje als een soort terras. Dus mensen die ontspannen ook gelijk. Je hebt niet een hele muur die je eerst moet breken. Maar mensen gaan heel gauw gewoon vertellen over de wijk. En over allerlei dingen. Nou, wat goed, een soort mobiel spreekuur. Ja, zo is het. En dan alleen dan zichtbaar aanwezig op straat. En wat ik daar dan bij doe, natuurlijk ook max mensen thuis die via Twitter meedoen, ook daarbij te betrekken. Dus ook via Twitter reageren. Soms met de Skype erbij. Dus dat ook met Skype, zeg maar, mee kunnen doen. En dat wordt heel gewaardeerd door mensen. Ja, dus we moeten, als je luistert en je denkt, ik wil Wilco volgen, dan moet je dus even Wilco Berenschot volgen. Ja, dan moet je even hoofdletter W, hoofdletter T en dan een laag streepje en dan mijn achternaam Berenschot met hoofdletter. Ja. En dan, dan komt het allemaal goed. Ja, als je het een keer leuk bent en je bent in de buurt, dan kom ik hier langs. Ja, ik ga het zo meteen doen. Dat vind ik meteen al leuk. Okay. Heb je nog iets gekregen voor je jubileum? Ja, wat altijd wel traditie is, dat dan rond een uur of 2, dat dan van de dag en van de avondploeg, dat we dan bij elkaar komen. En ja, dat is natuurlijk het leukste. Dat is dan even onder elkaar het vieren met een gebakje erbij. En dan krijgt de vrouw krijgt nog een bos bloemen. Dus dan wel meeluisteren, schat, dan weet je dat ervan. Je krijgt een mooie bos bloemen.
Ja, goed, weet je wel. En wat je daar dan meestal nog bij krijgt, is nog iets van een bonus of wat dan ook. Maar ja. Goed, dat weet ik ook niet precies hoe dat zit. Wijkagent Wilco Berenschot. Gefeliciteerd. Maak er nog een mooie avond van straks. En ik ga je volgen. Dankjewel. Bedankt voor het bellen. Oké, dag. Peace. Hoi, hoi. When I was a little...